Ja, we staan hier in de catacomben van Woudestein met een belangrijke speler vandaag. En misschien dat je even kan voorstellen voor de kijkers van Panna TV. Ik ben Joel Zwart. Ik ben 18 jaar en ik speel met Feyenoord onder 19. Ja, want je was goed voor een doelpunt en een assist. Zeker. Ja, voelt goed. Wat was de mooiste? Als je mag kiezen tussen je goal en de assist. De assist. Kom zo overigens terug op je doelpunt. De assist. Ja. Want die was met gevoel gegeven? Was met gevoel gegeven. Hij viel bij de tweede paal. Ik weet zelf niet of hij al over de lijn was. En Dylan Vento kopte hem voor de zekerheid nog even binnen. Ja. Ja, mooi. Ja. En je eerste doelpunt in de Youth League? Ja. Ja. Ja, hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Heerlijk. Dat is wel een moment waar een aanvaller naar zoekt. En vandaag is dat moment gekomen. Kan je beschrijven je doelpunt? Ik neem aan, er zat een stuit in, dat was een lastig moment. Dat was de moeilijkheidsgraad. Ja, dat was een lastig moment. Ja. Ja. De bal komt van rechts naar Ashraf Aboutchatoui. En die krult dan prachtig om de verdediging heen. En die valt zo voor mijn voeten. En ik tik hem bij de tweede paal binnen. Ja. Ja. Ik heb je de eerste wedstrijd hier zien spelen tegen Manchester City. Ik heb ergens gelezen dat je niet in de basis stond in Napels. Nee, klopt. Dus dit was een beetje een signaaltje naar de trainer van je kan mij maar beter opstellen. Ja, ik denk dat ik wel een goed signaal heb afgelegd. Ja. Ja, zeker. Hoe is het om in de Youth League te spelen? Ja, en hoe, mooi. En hoe anders is het dan gewoon in de Eredivisie voor A-junioren? Je speelt sowieso Europees. Je krijgt mooie teams tegenover je. Het is zwaar. Tempo is hoger. En het vergt veel van je. Ja. Ja. En reizen, vliegen, hotels? Ja. We vliegen met het eerste mee. Oké. Okay. Zo leuk. Is dat spannend met het eerste mee? Dat je denkt, hey... Nee. Sommige spelers hebben we mogen proeven bij het eerste, dus het is altijd wel leuk. Ja, ja. Want het is, de stap na het eerste lijkt groot, maar hij kan ook heel klein zijn, hè? Zeker, klopt. Ja. Met wie deel je een kamer overigens? Heb je een vast maatje? Ik heb een vast maatje. Daudi van de Kust. Alleen, soms maak ik de trainer een eigen indeling. En vorige keer sliep ik met Alex Magura. Oké. Okay. En dan Xbox mee, PlayStation. Heb je nog iets? Nee, op trainingskamp wel. Hadden we een PlayStation mee. FIFA spelen natuurlijk. Ja. Het gaat steeds beter, hè? Eerst verloren. Toen gelijk, 2-0 achterstand, dat was denk ik heel knap. Ja. En nou winnen. Ja, zeker. Ik denk, eerste wedstrijd tegen City. Hadden we een paar kansen die we wel in mochten. Verlies we helaas met 2-0. Napoli kom je ook 2-0 achter, maar ja, door je veerkracht en kom je terug tot 2-2. Zeker, dat is heel knap. Ja. Ja. En vandaag? Ja, vandaag speelden we gewoon goed. Zie je de doelpunten vallen snel achter elkaar. En... Ja, prima. Ja. Het wordt spannend. Ik denk dringen om de tweede plaats. Tussen jullie en Napoli. Geloof je erin? Ja, absoluut. Absoluut, zonder twijfel. Ja? Ja. Was dat die 2-2 die jullie die extra boost heeft gegeven dan? Ik denk aan de ene kant wel. Dat je toch ziet van, je kan het aan, je kan goede tegenstanders verslaan of terugkomen tot een goede 2-2. Ja, nu pakken we vandaag Shakhtar en dan zie je gewoon dat we gewoon door kunnen gaan. Ja, dus jullie gaan je plaatsen en Joel Zwart die prikt er nog een paar in. Ik hoop het, ik hoop het. Oké, nou zet hem op, succes. Yes. Dankjewel Joel.